De wedstrijd gaat zo beginnen en mijn naam is Evert ten Apel. En ik heet Jurie Mulder. En dit is de formatie waarin West Ham United van start gaat. Ze beginnen vandaag in een klassieke 4-5-1 opstelling met één spits. En hij zal vandaag de goals moeten verzorgen. Het uitspelende team gaat in deze opstelling van start. Vandaag beginnen ze in een 4-3-3 opstelling. Als het clublied van West Ham United hier wordt afgespeeld, kun je niet alleen het volle bos meeblaren, maar ook de vele bellen bewonderen die door de luchtbelmachine worden geproduceerd. Ja, maar dat is vanwege de titel van het clublied, Evert. En je weet hoe dat lied heet. Geen idee. Nee, Forever Blowing Bubbles. Wist je dat niet? Nee, man. Nee, maar ik weet natuurlijk alles van het Engelse voetbal. Dat is waar. En dat ze dan bellen gaan blazen in het stadion, is natuurlijk heel toepasselijk. Scheidsrechter fluit voor de aftrap. Twee aanvallende ploegen op het veld vandaag. Payet. Noble. De bal gaat heen en weer. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Hughes. Bal is uit, ze mogen ingooien. Noble. Kouyaté. De afmaker. Genoeg spelers voor de goal. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Vranjic. Jut. Nee, die voorzet is niet goed. Wordt weggewerkt door de tegenstander. En een paas naar de vleugel. Noble. Oh, knalhard schot. Dat is een hoekschop. Ja, en nu? Hij raakt dat. Kans op een counter. Waar komt die bal terecht? De keeper gaat op weg naar het andere doel. Heel merkwaardig. Dat was gruwelijk mooi. Die bal gaat uit, dat betekent een corner.
Hij durfde hem blijkbaar niet te vangen en bokst de bal weg. Die ging hard. En daar is hij dan. Deze goal zat eraan te komen. Ze zijn de betere ploeg en creëren kans na kans. Ja, ze zijn echt herenmeester op het veld, Evert. En het lijkt ze eigenlijk geen enkele moeite te kosten om het tempo van het spel zo hoog te houden. Prima gescoord. Je ziet hem de hoek uitkiezen. Hughes. Ze toonden veel geduld, maar het balbezit is nu toch voor de tegenpartij. Wat gaat hij doen? Het schot smoort ergens in de verdediging. Hij staat de bal niet graag meer af. Knap verovert de bal daar op het middenveld. Ze bouwden de aanval geduldig op, maar zijn de bal nu toch weer kwijt. Mogelijk een goede kans hier. Franjic. Carroll. Noble. Hughes. Franjic. Die komt er met de bal uit. De bal loopt over de achterlijn. Hoekschop dus. Hier zien we nog eens dat doelpunt waarmee ze op voorsprong kwamen. Een afstandsschot met de wreef. Laag en rechts in het doel. Prachtige poging, dat wel, maar niet op doel. Hij strekte zich helemaal uit en hij kon de bal gewoon niet naar beneden koppen. Oh, wat een slecht schot zeg. Nou ja. Kouyaté. Adrian. Hij erovert de bal met zijn tackle. Ja, en nu? Spektakel! Bal terug van de paal. Aanval afgeslagen en misschien een kans om zelf iets te doen. Over de achterlijn, hoekschop. Wilkinson! Aan zijn sprongkracht, daar lag het niet aan. Hij hing mooi hoog in de lucht, maar hij kon er gewoon niet bij. Ja, die bal was inderdaad net iets te hoog om goed te kunnen koppen. Noble.
slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdedigende stellingen. Hij gaat ervoor. Doelman stopt de bal, maar die komt terug. Hij werkt de bal weg. Komt hij bij een medespeler terecht? Daar gaat hij. Tussen de palen. Hij doet het vandaag al voor de tweede keer. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Wilkinson. Kranjic. De vlag van de grensrechter wapperde voor buitenspel. Hier vandaan zag het er anders uit, moet ik zeggen. Reed. Kouyaté. Noble. Kranjic. Nou, daar mogen ze hun handjes dichtknijpen hoor. Die bal wordt net uit het doel gehouden door een achterhoedenspeler. Ik had hem al geteld even, het was op het nippertje. Carroll. Oh! Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. Hij ging duidelijk met zijn hand naar de bal en dus legt de scheidsrechter het spel stil. Payet. Noble. Carroll. Dat ziet er goed uit. Allemachtig doelpunt. Altijd leuk om als verdediger een doelpuntje mee te pikken. Ja, dat is hartstikke leuk, hè? Dat je naast je gewone werk ook nog iets extra's kan doen voor je ploeg. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. De eerste helft is gespeeld. Het is 3-0. En eens kijken wat de tweede helft ons zal brengen. Hij heeft een geweldige eerste helft gespeeld.
Ja, hij heeft al twee doelpunten voor zijn rekening genomen en zal nu proberen een hattrick te maken. Nou, geweldige wedstrijd van hem. En daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. Daar gaan we weer. De voorsprong is groot en ik denk niet dat we nog een grote verrassing te zien zullen krijgen. De verschillen zijn gewoon te groot. Verzorgt hem keurig in de 16. Deze actie leidde tot het doelpunt. Hij schiet de bal van vlak voor de 16 met een wreef in de rechterhoek. Ja, en nu? Wat gaat hij van deze hoekschop maken? De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Kouyaté. Een schermutseling om de bal. Kranjic. Voorzet komt eraan. En die bal is voor de keeper goed uit zijn goal gekomen. En de keeper krijgt het op zijn heupen. Hij voelde zich zeker eenzaam in zijn doel. Want hij gaat op zoek naar gezelschap. Niets over... Ja, en nu? Wat gaat hij ervan maken? Met zijn hoofd notabene. Raak hem. Ze vechten terug. Het zijn volhouders. Maar of ze het zullen redden? Die bal zit erin. Dat is pijnlijk voor de keeper. Hij stopte de eerste inzet, maar de bal belandde voor de voet van de aanvaller. En die wisten wel raad mee. De goal vanuit een andere hoek. Nobel. Hij herovert de bal met zijn tackle. Kranjic. Die voorzet is voor de keeper. Hij zag de bal al aankomen. Het schot. Hij maakt het af. Deze voorsprong geven ze niet meer uit handen, denk ik. Nee, het wordt nu wel erg moeilijk.
Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Jute. Franjic. Kouyaté. Van die verdediger heeft hij geen last meer. Mooi uitgespeeld. Carroll. Hij pakt hem, zegt die keeper. Nou, daarmee herpakt hij zich aardig, want hiervoor stond hij toch een partij te schutteren. Er komt de verse kracht in. Slaat hem weg. De keeper gaat op weg naar het andere doel. Heel merkwaardig. De bal gaat achter. Geen corner, maar een doeltrap. En zo kwam dat doelpunt tot stand. Hij schiet hem van grote afstand met de wreef in de linkerhoek. Ogbonna. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Noble. De scheidsrechter geeft een inworp aan. Het ziet er naar uit dat de coach gaat wisselen. Kouyaté. Wat een waanzinnig schot. Ja, dat is hem. Ze houden niet op. Aan zo'n voorsprong is nu niets meer te doen. Nee, dat redden ze niet meer. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt.
Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Ze hadden verwacht dat ze zouden winnen. En het is heel makkelijk gegaan voor de thuisploeg. Ja, Evert, het ging van een leien dakje. Die gaat uit, het is een inworp. Kouyaté. En het schot. Hij heeft een hattrick op zijn naam. En wat een geweldige doelpunten. Alle drie. En dat is de derde vandaag van hem. Wat scoort die man toch makkelijk. Ja, het is toch geweldig om een hattrick te maken. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. We krijgen een wissel. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. Franjic. Ogbonna, terug op de keeper. Vliegende keep noemden wij dit vroeger altijd. Ja, en nu op de lat. Gered, maar de bal komt terug. De wedstrijd is bijna voorbij. Nog maar 5 minuten op de klok. Song. Ja! Er komt de wissel aan, maar wie gaat eruit? De trainer haalt hem naar de kant. Hij zal toch niet ontevreden zijn over zijn spel? Dat lijkt me niet, Evert. Hij heeft een topwedstrijd gespeeld en verdient gewoon de wedstrijdbal. Het publiek heeft weinig waardering voor de tikkie terug. De keeper krijgt het benauwd in zijn penaltygebied en zet het op een lopen.
Hughes. Moses. Lost het op met een hakje. Terug naar de doelman, het publiek fluit. Moses. Prachtige tackle. Hughes. En zo eindigt deze wedstrijd in 6 tegen 1. Tja, voor de winnaars is zo'n klinkende overwinning natuurlijk een lekker steuntje in de rug. En de verliezers, die moeten het maar zo snel mogelijk vergeten, dit potje. Precies, uithuilen en opnieuw beginnen, Evert. Ja, hij heeft fantastisch gespeeld. En het leek hem wel geen enkele moeite te kosten. Nou, hij maakte wel echt het verschil. Ja, en dat wordt beloond met de wedstrijdbal.